Een consument heeft onderhoud aan zijn voertuig nodig. Een bezoek aan de garage levert het resultaat op dat een onderdeel vervangen moet worden. De garage bestelt het onderdeel bij de grossier. Maar welke weg legt dit pakket precies af van fabrikant tot consument? Doyen Auto is leverancier in voornamelijk slijtagematerialen. Het is een van origine Belgisch bedrijf met 90 jaar historie en heeft activiteiten in 4 landen. België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland. Het totaalaanbod in zowel producten als diensten van dit bedrijf is in de loop der tijd enorm gegroeid. Naast onderdelen die door de klant opgezocht kunnen worden via het elektronisch opzoeksysteem Doyen Doc, levert Doyen ook grossier- en garageconcepten in de verschillende landen. Daarnaast speelt Doyen sinds 5 jaar met het eigen merk Recall ook in op de toenemende vraag naar kwaliteitsonderdelen met een lagere prijsstelling. Een centraal magazijn in Senef, een half uur van Brussel, is het logistieke hart van Doyen Auto. Vanuit dit magazijn worden naast België ook Nederland, Luxemburg en Frankrijk beleverd. Het magazijn omvat circa 30.000 vierkante meter en is een moderne en indrukwekkende logistieke organisatie verdeeld over verschillende verdiepingen. Het assortiment is zo samengesteld dat Doyen Auto van alle productlijnen tenminste 2 A-merken op voorraad heeft. Dat maakt dat Doyen een uitgebreid assortiment heeft van tenminste 100.000 artikelen en altijd een alternatief heeft indien een artikel tijdelijk niet voorradig is. Een dagelijkse controle op onze uitlevergraad maakt misgrijpen een uitzondering. Doyen houdt zo ook controle op de leverbetrouwbaarheid van de leveranciers. De logistieke afhandeling in Senef is een uitgebalanceerde combinatie tussen mensenwerk en technologie. Een omvangrijk lopende bandsysteem zorgt voor snelheid en precisie in het orderpickingproces. Na ontvangst van een order wordt er een pakbon geprint die van een speciale barcode is voorzien. Deze barcode wordt de leidraad voor het gehele logistieke traject. Een order kan diverse pakbonnen omvatten met dezelfde barcode. De order wordt ook direct omgezet in gewicht en omvang. Zo kan ook direct worden bepaald in welke maat doos deze verpakt zal worden. Dit bespaart niet alleen dozen, maar ook vervoer. Het magazijn is ingedeeld in 4 afdelingen. De meest gangbare en meest voorkomende producten, de zogenaamde fast movers, bevinden zich op de eerste locaties bij het begin van de lopende band. Deze fast movers worden verzameld door orderpickers. Middels een voice-picking systeem, welke in 60 talen is in te stellen, hecht een medewerker via een headset de opdracht op een bepaalde locatie een artikel in de verzameldoos te plaatsen. Deze doos wordt constant gescand op de lopende band en zo wordt bepaald waar de doos een stop moet maken. De orderpicker bekijkt de pakbon en pakt het artikel in de betreffende afdeling. Hij bevestigt daarna via de headset welk artikel er is gepakt. De doos gaat vervolgens door naar de volgende locatie. Volgend op de fast mover locaties komt de lopende band bij het gedeelte waar producten liggen met een hoge populariteit. In de regel kan worden gesteld dat hier artikelen uit de zogenaamde top 90% van alle verkopen aanwezig zijn. De derde locatie betreft de producten met een afwijkende afmeting of gewicht. Het vervoeren van bijvoorbeeld een uitlaat heeft aandacht nodig. Deze onderdelen zijn allemaal anders van vorm en formaat en kunnen niet met de reguliere goederen verpakt worden. En als laatste locatie met artikelen die een lage omloopsnelheid hebben. Hier liggen onderdelen die niet gangbaar zijn of zelden vervangen dienen te worden. Als totaalleverancier heeft Doyen deze artikelen op voorraad om zo ook onderdelen te kunnen leveren voor exotische auto's en zo per lijn de voldoeningsgraad van nagenoeg 100% te behalen. Anders dan in de rest van het magazijn zijn de artikelen hier hoog opgestapeld. Als alles is gepakt komen de dozen aan bij het eindstation. Middels een visuele controle en een weegpunt wordt de finale controle gedaan of alle producten op de pakbonnen aanwezig zijn. Een laatste stop op het lopende bandsysteem brengt de doos naar de machines welke deze automatisch dichtplakt. Daarna worden op de verzendlocaties de pakketten verzameld en klaargemaakt voor transport. Om de logistieke prestaties zo hoog mogelijk te krijgen en te houden, hebben behalve België, Frankrijk en Nederland verschillende depots in de desbetreffende landen. Deze depots worden 's nachts bevoorraad vanuit Senef. In Nederland worden de dagleveringen aan de klanten geleverd vanuit moderne depots op strategische plekken. Naast levering bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om op deze depots artikelen af te halen. De depots hebben als functie om tijdens de daglevering die artikelen te kunnen leveren die een grossier niet op voorraad heeft. Hierdoor kan de grossier de garagist toch tijdig en volledig ten dienst zijn. Een service die voor alle aangesloten bedrijven een wezenlijk verschil maakt. Dagelijks brengen we in Nederland producten naar meer dan 300 tevreden klanten. Een betrouwbare logistieke organisatie is een voorwaarde voor succes. Met een uitlevergraad van 97% heeft Doyen Auto een zeer goede performance.
Marc arrive chez son réparateur suite au bruit métallique qu'il entend chaque fois qu'il freine. Il s'agit probablement d'une usure de ses plaquettes de frein. Le diagnostic est rapidement confirmé. Le réparateur lui propose alors deux devis et les avantages de ces deux marques. Soit la pose de plaquettes premium à forte image de marque, de haute qualité en tant que pièce d'origine et au confort lié à sa rapidité d'adaptation au véhicule. Dans ce cas-ci, un silence accru au moment du freinage. Soit la pose de plaquettes Recoil destinée à des véhicules de 4 ans et plus, ce qui est le cas de Marc. Recoil lui offre une qualité semblable à celle d'une pièce d'origine et dont les prix sont 25% moins chers. Sa sécurité est garantie par de nombreux tests de conformité réalisés par des organismes certifiés. Enfin, Recoil offre une garantie de 2 ans sur pièces et main-d'œuvre. Ces avantages ont tout de suite convaincu Marc. Mais au fait, comment cette pièce arrive-t-elle jusque chez le réparateur ? Faisons un saut dans les entrepôts de Doyen Auto. La gamme des produits Recoil, proposée et distribuée par Doyen Auto au départ de la France, des Pays-Bas et de la Belgique, couvre les produits pour l'entretien des véhicules de 4 ans et plus. Elle a été créée par Doyen Auto il y a 2 ans pour répondre à une réelle demande du marché où de nombreux consommateurs recherchent des produits de qualité au coût adapté à l'âge de leur véhicule. Toutes les commandes réceptionnées sont dirigées vers les entrepôts Doyen Auto les plus proches et y sont traitées 2 à 3 fois par jour. Les lignes de préparation entièrement informatisées permettent de traiter jusqu'à 1000 colis par heure et débutent leur parcours par la mise en forme des cartons d'emballage de différents formats. Ceux-ci reçoivent alors leur bordereau de chargement et sont directement étiquetés avec un code barre et leur adresse de livraison. La lecture régulière par les cellules électroniques de cette étiquette permet à chaque colis d'être suivi et aiguillé tout au long de son parcours sur plusieurs étages à travers les différents quais de chargement. L'entrepôt de Senef en Belgique couvre une superficie de 17 000 m² au sol avec plus de 76 000 références de produits et s'agrandit encore. Celui de Toulouse occupe 7 500 m². Au total, plus de 28 000 m² répartis en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Le remplissage des colis y est réalisé par des préparateurs guidés par un ordinateur central à commande vocale. Cette application permet aux préparateurs de connaître avec précision le produit à charger, son lieu de stockage et la quantité requise. Un contrôle vocal simultané garantit en temps réel la conformité des marchandises mises en carton. 5, 3, 1, 5, 1, 3. Cette méthode révolutionnaire, couplée à un contrôle final supplémentaire de pesée du colis, permet de réduire le taux d'erreur à moins de 0,05%, ce qui représente une erreur sur 3000 colis. Recoil représente un total de 1 300 000 euros, soit 5% de la valeur totale de la marchandise en entrepôt, ce qui n'est pas négligeable. Les produits Recoil sont acheminés selon cette méthode et livrés ainsi auprès des distributeurs dans toute la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, dans un délai record de 2 à 8 heures et de 20 heures au maximum pour les distributeurs les plus éloignés des entrepôts. À leur tour, les distributeurs Recoil peuvent livrer leur réparateur agréé Recoil. Un réseau bien rodé permettant de répondre aux attentes des uns et des autres tout en les fidélisant. Un système à la pointe de la technologie.